Volgens mij ben ik dit vergeten in de vorige aflevering uit te leggen. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria 1.3.4. Ik ben er weer, Stevie. Zelfs ben ik terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering heb ik jullie laten zien wat het nieuwe event is en wat we allemaal gevonden hebben qua updates. En in deze aflevering is het voor ons tijd om eindelijk naar de jungle toe te gaan om te kijken of we Plantera kunnen verslaan en of we extra health kunnen vinden, want dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Dus, oh boy, deze beesten die zijn best wel gevaarlijk eigenlijk. De reden waarom dat bomenfarm in de lucht is veranderd naar een mushroom biome eigenlijk, is omdat we moeten hier nog ergens een huisje maken in een mushroom biome. Waar dat onze NPC kan spannen. Onze Shroom NPC geloof ik dat dat is. En ja, daar was ik dus alvast mee bezig gegaan op het moment dat ik dus aan het farmen was. Met Walls of Flash dat eigenlijk weinig nut heeft gehad. Maar Steve is terug en dat is het belangrijkste. Daar ging het om, dus daar deden we het ook voor. En zoals je kan zien, we krijgen genoeg glowing mushrooms hier van binnen. Ik bedoel serieus, we zitten nou wel op 725 mushroom grass seeds. Ik bedoel, ik denk dat dit een enorme goede mushroom farm is. Ik bedoel, zoals jullie weten van mij, ik wou het niet slopen daar. Zoals jullie weten van mij is de ranger class, mijn favoriete class in Terraria. En ja, voor de armor die je nodig gaat hebben, die je dus gaat krijgen, wil je dus de glowing mushrooms eigenlijk hebben. Dus, wauw, oké. Kunnen we 1200 halen? Tuurlijk halen we de 1200 wat. We halen bijna gewoon de 1250. Die hebben we gehaald trouwens. Oké, nou eventjes snel even dit fixen. Want dit is wel heel erg vervelend als dat niet gefixt is. Zo, dat is pret van eigens wel. Nou, en het grappige is, ondertussen dat we dus nou teruglopen, dan zullen we al zien dat het hier alweer aan het regenereren is. Dus dan zien wij dat hier alweer nieuwe paddenstoelen en alles aan het gooien is. Dus ik ga heel eventjes snel terugstoppen, want ik heb namelijk een nieuwe, snelle manier gevonden om richting de jungle te komen. En nee, we hebben nog niet helaas de teleportation device die ik ook zo graag zou willen hebben. Maar we hebben wel iets anders, dus oké, dat kan allemaal hierin. Zoals jullie zien, ik heb hier de Blast Apple heb ik staan. En alle potions trouwens, die heb ik al op voorraad bij me, dus die zitten in de piggy bank. Maar ik heb de Blast Apple meegenomen. Zoals jullie weten, Jolteon die is enorm snel. Maar Jolteon kan zelfs een level omhoog gaan door de Blast Apple te gebruiken. Dan zou ik jullie laten zien op het moment dat we Jolteon gebruiken. We gaan nu toch richting de jungle. En Jolteon die haalt een snelheid van 38 miles per hour. Dan gaan we dat eventjes switchen naar de Blast Apple. Jolteon ziet er in één keer heel erg anders uit, maar in één keer gaan we naar 61 miles per hour. Is nog niet zo snel als de kart. Maar voor een mount is dit enorm snel. Dus dit wil ik zeker gebruiken. En ja, je hebt automatisch ook nog eens een keer een double jump. Dus Jolteon, je ziet er nou in één keer uit als een paard. Deal with it. Wel een gauw paard, dus ik vind hem nog steeds awesome. Zeggen jullie nou van nee, de bunny moet blijven? Laat dat zeker weten in de reacties. Dan komt de bunny gewoon weer terug. Dus daar ben ik niet moeilijk over. Goed, wij willen de jungle in. Dus zitten we ondertussen bij het jungle terrein? Ik heb geen flauw idee eigenlijk. Het is een desert hier. Ik heb geen... Oh, hier is de jungle al. Mooi. Goed. Zoals ik jullie al heb verteld, de jungle is een gevaarlijke plek waar je dus niet te lang in wil blijven rondhangen. Zit ik goed met mijn equipment? Ik wil de lava charm wil ik equipped hebben. Die wil ik equipped hebben. Waarom heb ik dat ding nog überhaupt bij me? Ranger. Dat is een van die vijanden die dus zo gevaarlijk is geworden in de jungle. En die beesten trouwens ook. Hi, Durpling. Hi. Nou is het dus de bedoeling dat we dus een Plantera Bulb gaan vinden, zodat we Plantera kunnen gaan bevechten. Maar nou is het dus ook belangrijk om zoveel mogelijk Life Fruits te gaan vinden. En ik weet het, Life Fruits die vinden we via de Rare Meter. Het enige nadeel is ik ben waarschijnlijk te druk bezig met te kijken wat er allemaal wel niet gebeurt, om dat in de gaten te houden. Dus wat we ook moeten vinden is de Jungle Key. Ik hoop dat we die zo snel... Zat daar nou een unicorn in? Hi! Nou ja, unicorn horn vind ik ook niet erg, want ja, we hebben een hello jungle. Daar ben ik eigenlijk niet zo'n fan van. Dat maakt niet echt zoveel uit. Als we voorzichtig wezen, dan zal alles wel goed komen. Tenminste, dat hoop ik. Oké, nou laten we dit heel eventjes hier onderzoeken.
Goed, want de jungle die telt nu dus heel erg veel nieuwe vijanden. En de nieuwe vijanden die we dus nu tegen kunnen komen, dat zijn de grotere bijen. Ik moet trouwens eigenlijk wel uitkijken met dit wapen, want... Oh, kijk nou, een hartkristal. Dit wapen kan zomaar in één keer zeggen van... poef! En we hebben een Plantera Ball per ongeluk geraakt. Oh ja, en er is nou ook Chlorophyte die we kunnen pakken. Ja, die zouden we al kunnen pakken, maar we kunnen er nog niks mee. Ja, we zouden er alvast voor een melee armor kunnen gaan. Niet het ultimate melee armor, maar wel een sterk melee armor. En trouwens, ik vind het wel gaaf hoe dat... ja, vloeibare stoffen, die hebben nou een extra ability. Dat ziet er nou nog gaver uit. Dus dat vind ik eigenlijk best wel gaaf gemaakt. En bijen die zijn ook extra dodelijk. Ik ga gewoon heel erg diep gewoon de grond in. Dan doe ik ze heel erg veel glorify, maar dat doen we dadelijk wel met de spelankensessie. Eens even kijken. Ik vind het ook wel jammer dat we nog steeds niet een beetje quiver hebben, maar dat komt van eigenlijk wel. Eens even kijken. En anders kunnen we nog altijd de underground mushroom biome die we zelf gemaakt hebben. Die zouden we ook nog... Oeh, er is een lifegood in de buurt. Lifegood detected. Oké, er gebeurt er heel erg veel nu. Ik neem nou een keer van schade, ben ik geen fan van. Geef me een hartje. Ik wil een hartje hebben. Ik weet dat ik nou extra life regen heb, maar... even kijken. Life food detected nog steeds. Waar zit die? Oh! Oké, we hebben een Plantera Bob. Goed markeren op de map. Voorzichtig kijken waar we nou schieten. Oké, Lightfruit zit niet te... Ik ga daar niet heen. Ik blijf gewoon eventjes hier onthangen. Maar waar zit dan die Lightfruit? Ben ik nou zo blind? Ik bedoel, ik weet dat we die snel kunnen vinden met blanke potions, maar... Oh, daar zit hij. Ik zie hem al. Au. Oké, eerste Lightfruit is binnen. Vergeet niet, Lightfruits die zijn enorm... Was dat trouwens de Lightfruit die hij aangaf? Nou hoop ik niet dat mijn summons hem aan kunnen vallen. Dan hebben we een probleem. Oh boy. Weet je wat, ik denk dat ik eventjes wat spelanken potions ga pakken. Want life roots is nou eigenlijk hetgene waar we wel... Kan ik dit ontlaten? Ik wou dat eigenlijk van een afstand doen. Maar blijkbaar ben ik niet door de explosie geraakt. Gelukkig maar. Oh, een mimic. Hoi mimic. Maar misschien is het wel eventjes handig om eventjes een spelankenpotion eventjes te gaan pakken. En te kijken hoeveel lifegoods dat we kunnen gaan halen. Want we willen Plantera wel gaan verslaan. En hoi. We willen Plantera zeker gaan verslaan. Maar daar wil ik wel wat meer HP voor hebben. Dus ik heb het nou al 3 keer gezegd dat ik het zou gaan halen. Dus laat ik het gewoon eventjes gaan halen. Ja. Ben zo terug. Goed, ik heb een nieuwe inge... Hallo. Leuk. Ik heb een nieuwe ingang gevonden. Ja, ik neem het kant wel mee. Vooruit dan. De rest hebben we allemaal... Ja, wacht even. Oh, die Potion of Swiftness. Die is ook eigenlijk wel handig om mee te nemen. Maar ik heb de potion, de spelanke potions heb ik dus bij me. Zoals jullie zien, ik heb nou 1 geel of goud hartje. En dat gouden hartje, dat staat dus voor extra 5 health. En daar zorg je dus die life boost voor. Ik ben iets verder naar de jungle ingelopen. Hopelijk dat we dus nou niet veel hello tegen gaan komen. En daarom ben ik hier. Het is nog steeds geen hello. Maar ja, ik ben gewoon hier eventjes naar beneden aan het graven om te kijken of we dus iets nieuws kunnen vinden hier in de jungle. En dan gaan we dadelijk gewoon de LPV potion, want die heb ik ook meegenomen, speciaal voor jullie. En dan hoop ik dat ik zoveel mogelijk life fruits kan vinden. En er is al heel veel weggeknipt, dus ik ga zoveel mogelijk knippen, verdorie. Dus laten we eens eventjes kijken hoe spannend dat het hier in de jungle voor ons verder gaat worden. We zijn al best wel diep nu, dus ik hoop dat we nou... Ik zeg dat er een life fruit in de buurt is. Dus ik ga gewoon spelanke potions gebruiken nu. Oké, hier is geen lifegood. Oké, hier beneden ergens. Daar is de lifegood. Oké, nou, dus zo is het een beetje hoe dat we de lifegoods willen gaan verzamelen. Dus we kijken gewoon heel eventjes op onze meter of er een lifegood in de buurt zit. En we kijken natuurlijk goed rond of we de lifegood kunnen vinden. Want nou is het dus Palladium en al die zooi, maar dat boeit ons niet. En Glorified zie ik op het moment ook nog heel erg weinig. Maar ja, aan de andere kant hebben we hier ook maar heel erg weinig kistjes. Dus ik heb zoiets van, laten we maar gewoon naar beneden toe graven en hopen op het beste. Dus tja, er was een lifegood in de buurt. En lifegoods zijn het altijd vaak. En ik ken hem wel gelijk gebruiken, maar dat... Nou, vooruit dan. Swing. We hebben 410. Dat is mooi.
Life Crystal. Life Crystal. Dat is een crystal. Dat is weg. Ik hou van dat ding. Dit ding gaat gewoon dwars door, ja, door muren en alles heen. Dus daar ben ik wel blij om. Oké. Okay. We gaan gewoon hier naar beneden toe. Life Crystals? Ja, die zit daar. Ik bedoel, het is niet de crystals die we nou zoeken. Het is echt de... Oh, hoi. 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 Het zijn echt de life fruits die we nou willen hebben. Dus, en trouwens, dat groene spul wat we zien, dat is die chlorophyte waar ik het over had. Zullen we voor de grap? Ah, waarom ook niet? Leuk grapje. Of misschien niet zo'n slim idee. Ah ja, trouwens. Wat wilde ik doen? Dat doet me 1 damage. Ik blijf hier gewoon staan. Weet je waar? Hier. Ja joh, schuif even lekker door. Auw, de pijn. Ik bedoel, dit gaat lekker door muren heen. Dus waarom krijg je het uit dat hij mij aan het aanvallen is? Hoppakee, trace je back, leuk. Goed. Dan zou je denken van, ja, maar je hebt een spelanke potion lopen. Is dat niet zonde van die spelanke potion? Een beetje. Oh, life fruit. Er is een life fruit, jongens. Maar jullie denken dat dit een lame manier is voor een life fruit te vinden? Eigenlijk niet. Dit is juist de manier om ze te vinden, omdat de jungle zo gevaarlijk is geworden. Oké, okay. Ja, ik zie hem al. Hallo, life fruit. Hello, life fruit, my good friend. I've come to collect you again. Oh, en die turtles die willen we zeker neer gaan halen, want die kunnen een turtle shell droppen. En turtle shells zijn eigenlijk best wel de dingen die we willen hebben. En die zijn nogal een red erop. En die wil die natuurlijk nog niet geven. Oké, er is een life crystal hier. Maar wij zijn op zoek naar life fruits, want wij willen Plantera verslaan. Dus, oh boy. Het is hier een beetje druk. Weet je wat, dit is eigenlijk best wel een hele grote... Oh, nee, 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 nee. Oh, dat ging snel. Laten we toch heel even dit Glorified eventjes opmijnen, want dat ging wel heel erg snel. We kunnen hem net zo goed alvast eigenlijk meenemen, deze mining sessie. Waarom ook niet? Ik bedoel, toch grote... Ik ben elke keer bang als ik nou geraakt word. Mag ik wel even de zuurstof? Dank je. Life Crystals, boeit niet. Ik heb zoiets van, laten we ook maar gewoon gelijk voor de Chlorophyte gaan. Want Chlorophyte, daar maak je wel de beste armors mee. Dus, maar goed, dat ga ik nou een beetje vertellen over waarom dat de Legend of Zelda nou zoveel is gekomen. En waarom dat er dus niet zoveel Terraria is gekomen. Nou, de reden daarvoor was, ik had het probleem met, ik was inderdaad bezig met het opnemen van Terraria. Alleen het farmen, ja, de content van het farmen, dat was niet echt leuk. Ik bedoel, van de hele tijd Wall of Flash en dat is gewoon 6 uur doorgegaan. En dan zou het 1 hele korte aflevering zijn geweest met de fast forward. En dan dacht ik bij me eigenlijk van, ja, dat is niet echt handig. Dus toen dacht ik bij me eigenlijk van, ja, ik moet toch wel eventjes... Hé, kijk, een lightfoot. Ik moet toch weer iets opnemen. En Legend of Zelda, die had ook al flinke vertraging weer opgenomen. Dus ik dacht bij me eigenlijk van, het is gewoon weer een keertje tijd voor lekker veel Legend of Zelda op te nemen. En vandaar dat we daarom dus zoveel Legend of Zelda afleveringen hadden. Dus daar komt het eigenlijk praktisch op neer. Dus, plus, ik ben ook heel erg druk. Het lijkt wel een reclame voor. Maar ik ben ook weer heel erg druk bezig met mijn werk. Dus ja, daar heb ik trouwens volgens mij in de Legend of Zelda. Ik weet niet of ik dat in Terraria ook heb gezegd. Maar ik ben ook weer druk bezig met mijn werk. En daardoor, ja, heb ik dus minder dat ik dus kan uploaden. En ik weet dat ik daar soms wel eens klachten over krijg. Van ja, vroeger uploadde je meer. Maar ja, vroeger had ik ook veel meer tijd als nu. Dus ja, er zit wel een verschil natuurlijk in. Dus ik bedoel, YouTube die... het is een leuke hobby. Mark Splanker terug, dankjewel. Het is een leuke hobby, maar ja, je moet natuurlijk ook wel rekening houden. En dat zul je waarschijnlijk later ook in het volwassen wereldje tegenkomen. Tot je toch ook ja, geld moet verdienen. En ik weet het, heel erg veel draait om geld. En mijn kanaal is erop gebaseerd om juist dat soort dingen te vergeten. Maar vergeet dan niet tot, ook al praat ik er niet over, tot ze er wel zijn. Dus dat is wel heel belangrijk voor jullie om dat natuurlijk wel te weten. Goed, nou, ondertussen gaan we lekker diep.
ik neem gewoon alle glorified mee die ik mee tegen kan komen. Maar eigenlijk die kleine deeltjes van twee stuks, die moet ik eigenlijk maar rust laten. Want we kunnen nog verder groeien, dus... Geef me een turtle shell, alleen voor mij. Heb je een turtle shell gegeven? Nee. Mijn inventory die raakt al behoorlijk vol. Maar jawel, laten we deze ook even gelijk gebruiken. Poink, poink. Ja, dat is die glorified daar. Kan ik jou gewoon raken zonder dat je knockback krijgt? Nee, oké. Kom dadelijk wel naar je toe. Geef me een seconde. Oké, ik neem dit heel eventjes mee. Ik bedoel, het is toch een mining sessie van hier tot het begin, hè? Dus laten we gewoon lekker een mining sessie erin gooien. Ik bedoel, ik heb jullie er gezellig bij. En ik heb Glacion gezellig bij. En ik heb... volgens mij is het nou alleen nog maar... Die dingen die doen pijn. Volgens mij is het nou alleen nog maar op dit moment Flareon. Want de ding is uitgelopen. Dus die is niet meer actief. Liferoot, onderaan. Ik zie hem. Ik wil hem. Nu. Snel. Oh, die dingen die doen pijn. Ben ik veilig? Want je wilt natuurlijk wel rekening houden dat je inventory niet enorm vol komt te zitten. Want mocht die sleutel vallen, die sleutel wil je hebben. Die sleutel wil je echt hebben. Dus volgens mij was het een 0,04% kans dat je hem zou krijgen. Dat is echt een hele rare kans op die sleutel. Dus die sleutel als die komt, dan wil je hem zeker wel oppakken. En niet dat hij ergens blijft liggen ofzo, want die sleutels die komen niet echt vaak voor. En het kan zijn dat je een beetje hamering op de achtergrond hoort, maar ja. Daar kan ik helaas weinig aan doen. Oké, nou. Weer een live route tussen de tekst door. Ja, ook al hebben we die tekst, dan maakt het niet zoveel uit. Ik bedoel, ik kan er goed doorheen naar kijken, dus we nemen toch lekker veel glorified mee. Dus dat is eigenlijk een voordeel als we dadelijk verder gaan. Het is het enigste nog eigenlijk wat dat je eigenlijk wil farmen. En dadelijk nog dingen in de dungeon. Maar dat maakt niet uit. Dungeon is altijd leuk en spannend en gevaarlijk. Zeker naar Plantera. Maar volgens mij als we Plantera verslagen hebben... Dan konden we volgens mij weer richting de jungle om die... Holy snijkvogels, 200 zoveel damage. Dude. Oké, nou hij zit nog niet vol dus. Is dat een mimic? That's a mimic. Oké, Mr. Mimic. Magic Dagger. Niet echt zo boeiend. Chlorophyte nearby. Ja, dat ligt hier overal. Dan allemaal van die hele kleine plakjes. Ons main focus is toch, en dat blijft toch, eventjes de Life Fruit. Ik bedoel, we hebben een Plantera Bob, dan moet ik nog een arena omheen bouwen. Want anders krijgen we het niet voor elkaar om hem te verslaan. Want Plantera die is best wel gevaarlijk. Al moet ik zeggen dat hij wel een heel erg awesome wapen heeft die hij kan droppen. Dus dat dan weer wel. Oké, nou, ondertussen nemen we heel erg veel water mee. Dus ik moet heel eventjes mijn zuurstofmeter in de gaten houden. Ah, dat zal wel heel erg zijn. Dan heb je gewoon die extreem sterke vijanden en dan ga je dood door verdrinking. Dat zou erg zijn. Oké, nou, neem dit mee. Volgens mij hebben ze die bijen eindelijk ook genurfd. Want er waren van die bijen die dus in die korven zaten. En die deden gewoon bijna ook 100 schade per mini bij of zo. En dat was wel heel erg extreem. Dus volgens mij hebben ze dat ook genurfd. Maar dat weet ik dus niet zeker. Dus ik bedoel, ik heb het niet echt in de gaten zitten houden. Hallo. Heb jij een turtle shell voor me? Misschien een jungle key? Nee. Nee. Oké, nou dan wil ik wel naar die andere kant toe gaan, want daar zat ook nog een hele chunk. Dus deze aflevering is gewoon gefocust op het mijnen van Glorified en van de Life Fruits. Ja, waarom nog niet? En die dingen die zijn gevaarlijk. Ze kunnen wel een minigun droppen, dat is wel handig. Het is een soort van... Mega Shark. Maar dan iets minder sterk. Gelukkig hoef ik ons geen zorgen meer te maken over poison damage. Ja, op dit punt wil je gewoon echt de Ank Shield hebben. Heb je dit? Laatste buff. Laatste keer dat we Splunk gaan gebruiken. Maar ja, mocht je dat dus... mocht je hier nou nog niet de Ank Shield hebben... Ja, dan kan je hier een heel erg zwaar probleem. Sowieso heb je dan te dealen met poison, minder defense en... Life Brute! Ik ben blij met Life Brute. Geef! En ik ben minder blij met jou. Oeh, jij geeft gewoon een bizar weer. We zitten op een punt dat ik inderdaad heel eventjes
Pearlstone blok mag weg, Copperoor mag weg, Hives mogen weg, Stoneblocks mogen weg. Moonglow Seeds wil ik bewaren, Moonglow wil ik bewaren, Copweb hebben we meer dan genoeg, Platinum Ore wil ik bewaren. Stingers die zullen we toch wel houden, een beetje van die dingen mogen weg, bommen gebruiken we toch niet meer, Jungle Rose. Ze vanity item toch? Ja, hebben we niks aan. Jungle Spores, waarom ook niet, nog meer... Rich Mahoney, Gel. Het zijn allemaal van die dingen die hebben we veel te veel, jongens, dus... Allemaal van die dingen die we inderdaad weg kunnen gooien. En hoeveel Glorified hebben we eigenlijk al? Waar staat die? Ah, daar. 198. Is decent. Het is niet echt dat je zegt van wow, wat veel. Maar het is al een decent amount. Dus volgens mij heb je namelijk 6 voor een bar nodig. Kun je nagaan. Dus dat is best wel prijzig. Maar ja, je krijgt er ook wel hele leuke armors voor. En ik ga niet voor de Glorified Armor. Maar ik wil wel voor andere armors gaan. En daarvoor moeten we Plantera dus wel hebben verslagen. En de Frost Armor die wil er best wel goed bij werken. Dus eens even kijken. Want ik zie hier nog wat. Hebben we weer een Light... Nee, Light Crystal. Damn. Ja, ik hou die rare dingen zijn die nou heel goed in de gaten. Maar ja, op zich, we hebben al 4... 7 life fruits te pakken gekregen. Dus laten we zeggen, ik wil de... Oh, er is weer een life fruit in de beurt. Ik wil de 450 halen. Oké, die is de andere kant op. Life fruit is de andere kant op. Life fruit? Life fruit. Ah, hieronder zit... Ah, dit. Geef me de quiver. Je quiver of je leven. Dat geeft helemaal niks. Wat zullen we nou krijgen? Ah, we hebben nog 2 minuten planken. Kunnen wij nog 3 life fruits vinden? Dat zou heel erg mooi zijn. Oké, dan gaan we nou weer teruglopen naar die ene kant. Hierdoor. Dan kunnen we dit meenemen. Gewoon hier naar beneden toe. Ik ben benieuwd of we dat voor elkaar kunnen gaan krijgen. Het zou wel heel erg leuk zijn, want dan zitten we mooi op 450. En 450 moet genoeg zijn om Plantera te verslaan. Dus, oké, hier even weer omhoog. Ik weet niet wat voor oor dat is, maar dat boeit me ook heel weinig. Dat vind ik altijd gewoon het leukste, gewoon overal lekker doorheen het douwen. Weet je wel, van, wat maakt het ook uit? Ik heb geen flauw idee waar ik ben, maar je hebt een map en je hebt een magic mirror, dus je kunt heel erg makkelijk... Wat een walking potion, wat leuk. Maar je kunt toch heel erg makkelijk weer terugkomen, dus life fruits? En life fruits? Auw. En niet op mij schieten, alsjeblieft. Ik heb ook gevoelens. Oh, we hebben nog maar 1 minuut. Ik ben bang dat we hem niet gaan halen. Zeker niet als ik al dit Chlorified mee wil nemen. Ik neem het mee. Ik neem het met me mee. Oh, hier zijn we al geweest. Nou ja, Chlor... Oh, jij bent maar zo... Dat is een hele grote... Oh, dit gaat fout, dit gaat fout. Oh, dit gaat heel erg fout. Retreat! Wat raakte me? Ik blijf gewoon hier hangen. Of hier hangen. Ik ben bang, jongens. Oké, ik heb 10 seconden. Ik zie hartjes liggen overal. Oké, nou durf ik weer. Oeh! Ja, ik ken wel Magic Mirroren, maar dat vind ik lame. Gelijk te gaan Magic Mirroren. Er is, ja, die hele grote blok hier en die wil ik eigenlijk minen. Dit is een gevaarlijk stukje om te minen. Dit is een heel gevaarlijk stukje om te minen. Heb ik het al opgemined? Waarom heb ik het nog niet opgemined? Waarom ligt het hier nog steeds? En dan zul je net zien dat hier beneden dadelijk... oh boy. Life fruit? Ja, we hebben weer een life fruit. Neem het mee. Oh, we zitten op lava niveau, jongens. Oh, er is nog een life fruit. Oké. Nee, hier was life fruit. Ik zie hem. Oké, missie geslaagd. Wegwezen hier. Oh, jongens. Nou, dan ben ik heel erg nieuwsgierig. Hoeveel bars kunnen we maken? Oké, we kunnen er nog geen... armen van maken en we hebben helaas nog geen turtle shells.
Maar we hebben toch wel een enorme amount. Ik denk dat we hier zo'n 50 van kunnen maken. Ik bedoel, ik denk het. Was dat niet bij de speciale forge? Ja, hier. Ja hoor, 50. Volgens mij waren ze inderdaad 6 per stuk. Dus oké, nou dan gaat dat alvast heel eventjes in onze horde mode. Ja, doe maar in de oor. Doe maar in de oordoos. Dus die mag gewoon hierbij. Deze ook. En dan kunnen de resten kennen even allemaal zo. Poef! Is dat zilt? Nou ja, krijgen we daar nog van? Nog meer zooi, waarom ook niet? Oké, wat krijgen we eigenlijk van Queen Bee? De Beekeeper, maar die hadden we al. Hive Pack, die ik nog steeds heb geëquipt. Vanity Item, Hive Wand, die hebben we ook allemaal al. Allemaal troep die we kunnen verkopen. En ik heb ondertussen 63 volt, dus daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. Party Girl! Kijk eens, voor jou heb ik. Oh, die wil ik wel bewaren. Waarom? Weet ik niet, maar vind ik wel leuk. De Bee Pen, je mag het allemaal hebben. Hier, neem het allemaal met je mee. Silver Bullets, ik doe er niks mee. Bizar, mag je ook hebben, want daar hebben we ook niks meer aan. Deze twee, ja, volgens mij hebben we echt helemaal geen ene trol meer aan, volgens mij. Ammo, ja. We hebben er helemaal niks aan. Ik wil het toch hebben. Ik kan er niks aan doen. Ah, maar goed, we zitten op 450 health. Ik denk in de volgende aflevering dat wij richting die Plantera Bob gaan. Een grote vierkante ruimte gaan maken. En dat we dus inderdaad Plantera gaan verslaan. Maar eerst wil ik heel eventjes monies safe stellen. Dus eventjes het geld daarbij. Oh, trouwens, ja, ik heb de Fuzzy Carrot en de Golden Bunny heb ik daarin leggen voor de volgende bouwproject. En mochten jullie in de vorige reacties hebben gezegd van nee, we willen toch liever de Bunny in plaats van de eenhoorn. Dan, of in deze aflevering was dat, weet niet meer. Afijn, mocht je dus liever de Bunny, houd deze aflevering. Nee, want in deze aflevering hebben we de. Mocht je liever de Bunny terug hebben, laat weten in de reacties als je dat moet. Tijd hebt. Dus, kijk, helemaal in de war door mezelf. Even kijken, hebben we nou alles gehad? Nee, want we moeten nog heel eventjes een Wall of Awesome comment ophangen. Maar ik heb geen signs meer. Kan ik even een sign maken? Dat zou heel fijn zijn. Veel signs. Dat ik tenminste zeker dat ik genoeg heb. Bouwspul. Dit hierop. Mooi. En dan gaan we dus gelijk naar de derde verdieping. En geen zorgen, we hebben nog meer als genoeg ruimte voor de. En anders komt er gewoon een extra verdieping bij. Of. Van mij apart in een armor huisje. In ieder geval, we gaan dus naar comment 26, geloof ik, van aflevering 26. Dat is 25, ja. We gaan naar 26. Ik zie jullie in een seconde. En de comment die is geselecteerd. En die komt van Lotte Corver. En die had geschreven. Ik doe hem heel eventjes zo, want het is moeilijk te lezen anders. Die had ik ook niet zien aankomen. Dus gaan we nu discussies krijgen tussen vuur, water, lightning en ijs? Hopelijk voorlopig nog niet. Hashtag evoluties. Nou ja, discussies zijn altijd leuk. Maar ik bedoel, het moet wel op mening blijven. Het moet natuurlijk wel vriendelijk blijven. Maar vuur, water, lightning en ijs. Als je nou lightning en ijs. Als dat nou aarde en water. Dan had je avatar en. In ieder geval een hele leuke comment, Lotte. Ik zit weer met Avatar in mijn hoofd. Ik weet ook niet waarom. Maar goed. Heel erg bedankt voor deze geweldige comment. Hij staat in het. Wacht even, heb ik hem nou goed? 20 even. Ja. Dus hij staat in het huisje van de Awesome Comments. Heb je nou zelf ook een leukste momentje? Laat dat natuurlijk weten in de reacties. Ik ben in de vorige aflevering ben ik de hashtags vergeten. En jullie vinden dat wel leuk, die hashtags. Dus, wat zou ik voor deze keer doen in de hashtag? Ja, in Glaceon. Verzin jij eens wat? Oké, nou, hashtag dat. Prima. Hashtag ik wil niet meer terug naar de jungle. Wauw. We moeten toch terug? Maar goed, dat doen we in de volgende aflevering. Ik dank jullie voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!